Oké, daar gaan we dan. Ik hoop maar dat ik alle gebaren goed onthouden heb, want nu is het menens. Charlie 1619, en wat is EIBT? En daar komt mijn vliegtuig aan, rechtstreeks uit Spanje. Hij is geland, hè? Hij is geland. Een kist vol met gebruinde vakantiegangers. En die verwachten natuurlijk wel een vlekkeloze aankomst. Ik voel wat stress op. Nee, niet doen. Oh, ik vind het doodeng, man. Echt doodeng. Komt die aan. Dat is hem. Het moet in één keer goed. Ja. Zodra die met zijn neuswiel bij die gele lijn is daar, ja. Dat is ongeveer bij Charlie 16, ja. Waar dat staat, doe je je bordjes omhoog. Dus... Doe ze maar omhoog. Hij heeft zijn lampen luid, dus hij heeft je gezien. Omhoog, rechtdoor, rechtdoor, ja. Rechtdoor. En nu langzaam aan de bocht. Ja. En dan gaan we langzaam naar achteren lopen. Ja, rechtdoor, dat is goed. Ja. En stopteken. Nou, hij zit wel een beetje scheef, zag ik. Maar dat maakt niet uit, hè? Je hebt een vliegtuig geparkeerd. Dus het klinkt zo lekker. Ik heb gewoon een vliegtuig geparkeerd. Hey! Nee, goed gedaan. Ja, ging die goed? Was de eerste keer? Allereerste keer! Ja, top. Nou, als je zelfs een compliment krijgt van die piloot, dan ben je wel geslaagd, toch? Kan ik aan de slag als airport marshaller? Check.